Ik ben Jim en ik ben gevraagd door Doe Dat Zelf om vandaag jullie te laten zien hoe je van een normale telefoon een UV blacklight kan maken. Nou, het is heel erg simpel. Je hebt maar drie dingen nodig. Een telefoon, permanente markers, bijna overal verkrijgbaar. Een paarse en een blauwe. En een rolletje plakband. That's it. Nou, wat ik heb gedaan, ik heb al drie stukjes plakband afgescheurd. Je plakt hem over de flitser. En dan kleur je de eerste in blauw. Bij de tweede hetzelfde verhaal. Kleur je ook eventjes in met blauw. Nou, je raadt het al. De derde plak je er ook overheen. En die kleur je paars. Zodat die door het blauwe heen gaat. Nou, wat ik heb gedaan, ik heb deze alvast in een paar hoekjes gevouwen, zodat het straks makkelijker is om het eraf te halen. Dat scheelt een stuk meer werk voor jullie. Nou, jullie denken, wat gaan we hier nou mee doen? Wat heb je aan zo'n UV blacklight? Hier kunnen we wat hele leuke dingen gaan opsporen. Kom maar mee. Best wel last heb van smetvrees. En ik ga testen met de UV blacklight hoe vies of schoon de toilets nou zijn in Amsterdam. Wij gaan nu om de hoek naar restaurant. Dan gaan we eventjes kijken hoe vies die toiletten zijn. Nou, ik ben nu in de wc van het en ik ga even een fotootje maken. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit komt. Ik wil erbij zeggen dat het heel belangrijk is dat het helemaal donker is, anders krijg je geen resultaat. Oké, ik ga een fotootje maken. Gadverdamme. Zo, ik val dat letterlijk eventjes vies tegen. Ik zou voortaan niet daar gaan eten. We hebben expres de naam natuurlijk wel even gecensureerd. Dat kunnen ze natuurlijk echt niet aandoen. Maar dit krijgt zeker een staartje, want wij gaan meerdere restaurants in Amsterdam gaan testen. Welke het schoonst is en welke het allersmerigst is. Maar vergeet vooral niet, doe dat zelf, te abonneren op YouTube en te liken op Facebook. Tot de volgende keer.